Hoe is het gegaan de afgelopen 14 dagen? Wel goed hoor. Ja, het is een prachtig gebied. Ik had zelf laatst nog even opgeschreven dat het de hele ervaring adembenemend was. In de zin van dat het landschap hier echt prachtig is. En het uiterwaarde landschap met die uitgestrekte uitzichten en soms op- en ondergangen echt adembenemend. Vogelrijkdom, frisse lucht, weinig bouw. Ik was altijd wel in mijn werk al geïnteresseerd in de natuur. Ik heb die armenboomgaard, daar had ik wel meteen een soort klik mee. Toen ik daar naar beneden liep, daar gebeurde echt iets met me. En ik heb dus één boom heb ik getekend ter plekke. Ben ik daar gaan staan en dat was heel fijn. En ik ben daar ook vaker geweest. Daar zag ik ook kauwtjes en kraaien in de bomen. Ik heb één grote kraaienkop getekend nog. Dus op die manier was er wel een soort van interactie tussen wat ik zag en wat ik tekende. En verder was het wel zo dat ik op vrijdag te horen kreeg dat mijn vader niet zo goed ging. En dat hij hals over kop in het ziekenhuis moest opgenomen worden. En dat het echt even heel kritiek was. En dat maakte dat ik ook wel met sterfelijkheid en de dood en de vergankelijkheid wel ook een beetje bezig was. En met name in het stuk wat ik in de hout heb gemaakt, had ik wel een soort van besluit van, het is heel cliché, maar ik ga me toch op de een of andere manier bezighouden met die vergankelijkheid. En ik heb voor een symbool gekozen wat een soort oersymbool is voor die vergankelijkheid. En heel gevaarlijk in zekere zin, omdat het heel cliché kan worden. Maar de bezigheid ermee en het zelf echt het bijtelen maakte wel dat ik steeds dichterbij wel een soort besef kwam van wat het inhoudt om sterfelijk te zijn. Of dat het in ieder geval iets is wat... Was het de eerste keer dat je met hout aan de slag bent gegaan? Niet de allereerste keer, maar ik heb hiervoor nog twee keer proefjes gedaan thuis op het atelier. In Rotterdam. Het is nog wel echt heel nieuw voor mij. Maar ik heb dus eigenlijk voor dit verblijf ook echt een hele bijtelset gekocht. Dat is best wel prijzig, maar ik heb er heel veel profijt van gehad. Het is wel iets wat ik wel ook wel weer heb opgepakt door dit project. Dus op die manier heeft het wel echt wel me wel gepusht. En sowieso, ik was altijd gewend om eigenlijk op A4 formaat te tekenen. En nu heb ik eigenlijk op formaat van 80 of 90 bij 100 gewerkt. En dat is een stuk groter. En ik heb een hele andere techniek ook gebruikt dan dat ik meestal doe met balpen. En nu zit met aquarel en zwart potlood. En veel grotere bewegingen waar ik de eerste uit de pols teken. Dat is nou echt veel meer met de hele hand. Dus dat is iets wat ook wel vrij natuurlijk ontstaan is. Dus ik ben vroeger altijd wel iemand geweest van concepten en nu... heb ik daar eigenlijk steeds minder mee. Ik wil eigenlijk zo snel mogelijk aan het werk zonder dat ik echt nog de barrière voel van dat ik eerst moet nadenken voordat ik wat ga doen. En dat vind ik heel fijn, want dat was voor mij altijd een gevecht om tot een goed idee te komen. Dat er altijd een soort censuur in mezelf zat van ja, dit is niet goed genoeg en ik moet het allemaal kunnen verkopen en... En nu vind ik het heerlijk om juist in die flow gewoon te beginnen en te zien wat er ontstaat zonder maar enige gevoel van dat het betekenis moet hebben. En dat vind ik sowieso heel interessant, dat eigenlijk alles wat je doet uiteindelijk wel door de omgeving, dat daar wel betekenis aan gegeven wordt. Dus dat het helemaal niet eens zo hoeft dat je zelf betekenis geeft aan dingen. Ja. En die koan die heeft daar ook wel mee te maken. Ja, ben je daardoor beïnvloed? Nou, dat is een koan die ik, zei het dan met één letter meer, al heel lang ken, van Hisamatsu. En dat is wel eentje, dat is eigenlijk mijn favoriete koan. Dat is gewoon degene die voor mij alles samenvat en die alles uitkleedt en filtert tot de basis, tot waar het echt om gaat. En dus ik heb daar al wel jarenlang, heb ik die in mijn hoofd en heb ik wel een gevoel dat ik hem... naar mijn hand heb gezet, of in ieder geval dat ik weet wat ik ermee wil of moet. Maar die letter zou je zeggen van, die maakt misschien nog wat uit, maar voor mij niet. Het is eigenlijk gewoon
Dus het blijft hetzelfde. Welkom Mark in Buddha en Melini. En bij Buddha en Melini hoort ook een koan. En die heb ik al gehad. En het blijkt dezelfde te zijn als die in deze envelop zit. Ik ben heel benieuwd wat jij ermee gaat doen. En ik wens je in ieder geval heel veel succes de komende 2 weken. Eigenlijk met alles wat je misschien voor hebt genomen, maar vooral ook met wat je niet voor hebt genomen. Ja. Dank je. En heeft de koan voor jou ook een werking gehad, echt, in die 2 weken? Het was niet zeggen hoe, maar... Het was een koan die ik wel al kende, maar het was wel heel fijn dat ik hem... dat ik er weer aan herinnerd werd. Ah, oké. Okay. Het is er wel eentje die ook wel echt altijd al mijn hart heeft gestolen, zeg maar. Hij mag niet genoemd worden, toch? Nee. Nee, het is heel raar. Nou, normaal gesproken mag ik gewoon wel noemen, maar niet zeg geen maar, oplossing verschillen. Nee. Houtjes is het niet. Nou, je mag dan nog een paar dikkere stokken, wat je wil. Oké. Okay. Of dunner is. Uit deze? Ja. Ja, uit dat ook. Wil je nog even wat leuks uitzoeken?